versie erin is, vergeet geen prototype omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te installeren en ik verschrok me dood. Ik verschrok me dood. Doe het. Dus, het is nu mooi weer. Hallo Kees. Ik ga te voet even naar Attecorne toe. Het is toch mooi weer. Ik ga mijn auto eens laten staan. Mijn beentjes eens strekken. Dat kan ook altijd iemand deugd doen. Ah. Even mijn schoentjes te goed doen. Voilà. En daar staan de vogeltjes. Oh, ziet het zo mooi weer. Even al naar de corner te gaan. Dit mag, mensen. Dus ik ga nu te voet van punt A naar punt B. Dat is de bakkerij, Attecorne. En dan na Attecorne, ja, dan wandel ik zo terug naar mijn thuis toe. Dan heb ik ook eens een goede wandeltochtje gedaan. Een goede, allee, pintjes te laten bewegen. Oh. Het is toch allemaal raar hoor, dat er allemaal, zo gelijk dit, die voetbalveld, dat hier gewoon muisstil is, al weken. Brr. Maar wat ik ook moet wel zeggen is, de luchtkwaliteit is wel aan het verbeteren. Wel jammer dat ik ook aan deze kant geen witte lakens meer zie. Jammer. Ik laat mijn nog altijd hangen. Nog altijd voor te zeggen van, ik heb nog hoop dat het goed komt. Maar er zijn zoveel besmettingen al hier in Limburg. We zijn de hardste getroffen provincie. En Alken is zelfs het hardste getroffen... Allee, hoe moet ik het zeggen? Gemeente. Qua besmettingen van corona. Dat is niet leuk. Ik heb het nog altijd niet, dus dat is nog altijd het positieve. Maar wat ik wel al de laatste dagen heb, is maagpijn. Fucking hell, maagpijn. Echt waar. Daar kun je niet aan onderuit. Mijn schatje is thuisgebleven, want zij hoort tot de risicogroepen. Dus dan weten jullie dat. Dan dat zij niet bij mij is. En ook als ik wandelaars of zo tegenkom, dan pak ik ook echt waar afstand. 1,5 meter. Tot zelfs 2 meter toe. Dat ik niet besmet geraak. Wat je ook regelmatig moet doen, dat is je handen wassen. Maar bijvoorbeeld, kijk, ik ben nu op wandel. Ik heb hier geen wasbakken tegenkomen. Jawel, ontsmet dan je handen met alcoholgel. Die heb ik altijd bij. Als ik iets heb aangeraakt van een platte oppervlak, dan ontsmet ik ook mijn handen. Waarom? Ik blijf het ook herhalen, ook wat ze in het nieuws en al hebben gezegd is. Ja, dat die besmetting op platte oppervlakte toch tot 72 uur nog kan overleven. En ik hoop ook van harte dat deze crisis echt eraf voorbij is. Want ik zit me ook thuis te vervelen. Ik weet zelfs niet wat ik moet doen. Ik heb de Me 6 bot, dus Discord bot, ook muziek daarin geprogrammeerd. Dus jullie kunnen ook muziek daar nu in toevoegen. Gewoon op uitroepteken add. Of request. Spatie, song, schrik, artiestnaam. En dan komt dat wel allemaal wel goed. Oh, zalig buiten. Echt waar. Dit moet ik meer doen. Dit moet ik echt
meer gaan doen. Zo eens even terug naar buiten komen. Alleen, ja, heb ik zo wat schrik van hoe lang gaat dit nog duren? Hoe lang? Echt waar. Ik hoop niet meer te lang. Want het is niet fijn. Want ik verveel me dan. En ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de timeslap. Van mijn schat haar tekening. Dus zo van die dingen gaan we ook wel zo wat vaker doen. En echt waar, stom biest. Dat gaan we vaker doen. Zo van die timeslapjes maken. Ook in mijn vlogs en al. Dat is leuk. Heel leuk. Oké, ik ben er wel even langer mee bezig. Voor de vlog in elkaar te steken. Maar daar heb ik er allemaal voor over. Ja, daar heb ik er echt allemaal voor over. Op naar Attekwanner. Ik ben er nu weer op bijna. Dat is op een goede 10 minuten, kwartiertje. Ben ik van mijn huis af met de corner. En dan van de corner terug naar mijn thuis toe. Ben ik ongeveer toch wel een goed klein half uurtje toch buiten geweest. Heeft me toch deugd gedaan. Heb ik weer allemaal vitaminekes opgedaan. Dus dan weet je dat. Ik ga jullie laten nu. Ik ga nu gewoon nog genieten van het weer. Mensen, zo gezien. Ik ben nog altijd buiten. En ja, in de open lucht. Wel niet als de bomen deze keer. Ik wil zo graag eens een natuurwandeling doen. Oké dan. Daar lacht er bijna één wielrenner. En mensen, morgen met twee. Goedendag. We zijn toch nog altijd een goede veel wandelaars die ik nog altijd tegenkom. Ik heb ook nog wel even op Pokémon gejaagd. Ik heb hier in twee gyms weer gezet. Dat ik weer al wat Pikacoins kan bemachtigen. En ik heb hem nodig, want ik moet mijn Pokémon's, redelijk veel Pokémon's, moet ik healen. Maar ik heb nu wel een strategie. Ik ga binnenkort gewoon nog de Pokémon's die een hele lage CP hebben, die ga ik in de gym zetten. Ja, en dan mijn Pokémon's, die ga ik dan gewoon gebruiken voor te battelen. Bij deze. Dan weten jullie dat. En ik hoor hier ook ergens muziek. Toch een prachtige gemeente, daar van Alken. En dan moeten we koesteren. Ook als het in een slechte daglicht wordt nu gezet. Alken is nog altijd een heel mooie gemeente. Echt waar. Met gastvrijheid en al. Nu wel iets minder, omdat we echt van elkaar gescheiden moeten blijven. Bij deze. En dan hoop ik dat er toch al een redelijke deel van mijn vlog is al opgeslaan. En dat ik die al misschien kan online gooien. Bij deze. En dan ga ik me ook nog scheren. Dan ga ik ze buurt nog doen. En dan weet ik niet wat ik ga doen. Zo mensen, joep. Jullie hebben misschien wel ergens een ding opgemerkt. Jawel, ik heb mij geschoren. Ik heb mijn was ook bij. Dus die ga ik nu richting mijn ouders brengen. Dus ja, ik heb een wasmand vast staan dat ik in het hoekje aan het filmen ben en niet helemaal in het midden. Hoop dat ik niet met mijn één vingertje het open krijg. Jawel. Dan met mijn voetjes. Opzet er hier. Holy shit. De wind. En die is toe. Voilà. En nu dat naar mijn notte brengen. Links. Ja. Dan. Ups, even neerzetten.
dan mijn autosleutels nemen. Ik heb niet erbij, hè. Oeh, ik had al schrik dat ik hier de deur had laten steken. Ja, daar is vandaag ook alweer langs mijn wasmand aan het vallen. Ja-di-da-da. Ja-di-da-da. Voilà. In de auto zetten. Voilà. Dus eens rondkijken, is hier niks weg? Nee. En dan kan ik vertrekken. Richting mijn ouders. Voilà. C'est ça. Voilà. Auto kan starten, wat ik mijn zuster is bezig. Oké. Zo, welk en wel hier bij mijn ouders aangekomen. Ik ga hier mijn was deponeren. Ja, je ziet het hier in dat kleinste hoekje dat daar was ligt. Of beter gezegd, voilà, daar ligt de was. Deze ga ik hier nu op binnenbrengen. Dan gaan ze ook even sleutelen aan mijn auto. Hoe lang dit het gaat duren, dat weet ik niet. Misschien dat ik dat wel in een timeslapje kan gooien, als dat mag. Voilà, bij deze. En nu aanbellen. Yo. Het lijkt erop dat ik terug naar huis word gebracht, met de Jeep. Of met een auto, dat weet ik dus nog niet. Want mijn auto gaat hier blijven voor mijn bumper te laten herstellen. Dus en dan komt zelfs mijn papa terug mee halen, als het af is. Ik ga het jullie dus laten zien. Dus dit wordt dus hersteld met de koplamp. Dus dat gaan ze te goed trekken. Dus helemaal in de bumper wordt dan hersteld. Dus dan komt dat ook weer al in orde. Voor geluk is deze stuk niet geraakt van mijn auto. Maar voor de rest allemaal toppie nog. En ik ben gewoon nog altijd blij dat hem nog altijd rijdt hoe die ook moet rijden. Daar ben ik wel echt blij om. En nu ben ik aan het wachten op mijn vader, die zelfs door die deur komt. Allee, tot zelfs. Joe, bye bye. Want ik ga terug naar mijn appartement. Zo, ik ben terug op mijn appartementje aankomen. Ik ga terug binnen. En dan ga ik zeggen: hey schat, alles goed? Ja, maar je moet daar even komen. Oei, ze heeft weer al een fout gezien in mijn vlog. Ai, 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 ai. Dat is leergeld, hè. Dat is leergeld, hè, mensen. Jij hebt nog eens een goede morgen op daarbij gedaan. Ah ja, dat kan twee vlogs zijn van Alcander, dat op twee verschillende dagen is gefilmd is geweest. Dat heeft mijn schat goed opgemerkt. Dat was al vlog nummer 797. Dat is op twee dagen gefilmd. Daarbij. Dat ik ook al wat ziekjes was. En ik had niet genoeg content voor één grote vlog van te maken. Bij deze is het buiten heel mooi weer. En zalige temperatuurtjes. Deze gaan we dan lekker openzetten. Voilà. En voilà. Dan nog mijn jasje uit. En dan weer even bezig houden met mijn schatje. Zo mensen, de vlog is bijna geüpload. Het is een hele mooie vlog geworden. Ik ben ook nog ondertussen tijd naar Enzo Knol aan het kijken. Zij gaat ook al wat kleuren. Toppie. En voor wie ga je kleuren? Voor mij, schat. Ja, maar het is ook wel een kleur voor u. Allee, mensen, ze gaat dit in... Oh. Dit in kleuren voor mij. Die Pikachu! Pika, pika, Pikachu! Ja, pak die hartjes en ogen bij. Ja, dat zat erachter. Had ik hem ja, een keer. Ja, dan moest het niet erbij. Ah, oké. Okay. En terwijl ga ik hier dus de afwas doen, terwijl ik ook nog naar Enzo Knol kan kijken, dan is dat ook gebeurd. En daarna, als de afwas gedaan is, ga ik mijn frietvet al voor verwarmen. Dan ga ik zelfs beginnen aan het eten. Tot zelfs. Wat gaan we vandaag eten? Frietjes met volle val. Oh, nu had ik deze open moeten wegdoen. Ja, de Jenga is gevallen. En hier is ook dus niemand meer buiten.
10 minuten uploaden. Toppie. Tot ziens allemaal. Yo. Zo. Na de afwas te doen, ben ik nu begonnen aan frietjes te pakken. Dit is de eerste keer dat het erin gaat. Dan moet hem op 170 graden. Zelfs pak je het even eruit. En dan gaat hem voor de tweede keer erin. Voor 190 graden. Nog een keer 4 minuten. Ondertussen ben ik ook bezig aan mijn volle vouw. En ook die van mijn schat natuurlijk. Dus, en terwijl ben ik nog altijd naar Enzo Knol aan het kijken. Ja, twee vlogs. Van redelijk een uur lang. Ik hoop dat jullie ook mijn vlogs leuk vinden. Laat het hieronder in de reactie weten hoe jullie het vinden. En ik wil toch ook wel eens iets al laten zien aan mijn kijkers hoe ver dat mijn schatten staat al met Pikachu. Ja, ik heb hem. Kijk eens. Waar zijn jullie bezig met de Pikachu in te kleuren? Oh, hoe mooi. Ja, hoe mooi. Dus nu ga ik even de frieten hier al terug bijna uitnemen. Het ruikt zo lekker, ik weet het, schat. Als het knopje nu, het lichtje hier, nu nog één keer uitgaat, oh, het was warm, dan haal ik die eruit, laat ik die tot 190 graden worden en dan zet ik die terug erin. En dan is het zelfs lekker eten klaar en dan kunnen we lekker gaan eten. Oei, ik ben er wel nog iets vergeten op tafel te zetten. Nee. Glazen. En mijn saus? Welke saus wilt jij, schat? Oh nee, dat is met volle. Ja. Wilde ik een saus. Oké. Wat ik ook heb merk hier, als ik de frietjes aan het bakken ben. Dit hier. Oh, ik moet dat continu hier afrijden. Ik moet hier toch nog eens iets op verzinnen. Want ik kan dat hier ook nu niet opzetten, onder mijn pankap, waarom niet? Dat, ah jawel, dat kan ik wel. Allee, tot ziens, joe! Zo mensen, ik ga nu nog mijn wagen halen. En dan kom ik terug naar hier toe. Maar het gaat niet zo goed bij mij, ik heb nog altijd wat maagpijn. Dus, maar ik ga nu door, want mijn vader staat te wachten. Yo. Zo mensen, ik zit terug in mijn wagen. Ja, ik heb alles eerst moeten te gooien zetten. Merci voor aan mijn ouders, ook voor mijn ouders te stofzuigen. Ik ga nu heel snel naar mijn schatje toe. Terug. Of nee, ik ga hier nog eerst een Pokémon doen. Als hij niet rood is. Please. Ik blijf hem in de nacht. Oh, mensen. Tot zo. Yo. Deze gaat hier slapen. Nee, ik heb geen nieuwe gaming movie opgenomen. Dat kon ik wel beter hebben gedaan, man. Oh, ik heb hier weer altijd de gamen. Het is 20 voor 12. De wind gaat goed buiten. We zitten nog altijd in quarantaine. Dag nummer zoveel is eindelijk voorbij. Mijn schatje heeft ook zitten te kleuren. Heel wat, maar YouTube is heel wat veranderd. Hoe dat? YouTube is helemaal veranderd. Nu niet meer. Ah. Op deze pagina. Ah, dat betekent dat er iets misgelopen is. Nu is het goed gegaan. Ik heb alles laten afsluiten, mijn harde schijfjes uit, laptop is uit, beeldschermen gaan uit, dank u. Ik wil eigenlijk nog eens zien. En wat, hè? Dat weet ik niet. Dan zet ik die gewoon terug aan, hè? Ik wil iets zien nog, maar ik weet niet wat. Dan gaat het redelijk laat zijn, hè? Wil je nog een film zien? Dat bedoelt je? En zo knol. Ik wou toch muziek nog luisteren. Wat doe je?
En gewoon even lekker knuffelen. Ah, oké. En dat gaat niet via mijn laptop zo muziek luisteren. Ze is moe. Zeg eens ook eens iets tegen de kijkers. Hallo kijkers. Ja, ze is moe. Ja. Ja. Oh, ik moet de tekeningen nog wegsteken. Ja. En die lampjes ook. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. En hoe laat is het nu? En het is nu bijna 12:15. Dan kijken ze ook weten hoe laat we zijn gaan slapen. Redelijk laat. Ja, voor haar is dat redelijk laat. Voor mij is het dan nog redelijk vroeg. Ja, dank u. Gezondheid, schatje. Dank u. Dus mensen, bij deze beëindig ik de vlog. En dan zie ik jullie allemaal fris en wel morgen terug. Tot morgen zonder zorgen. En nog altijd mijn woorden: stay home, please. Of beter gezegd, blijf Blijf in in uw uw kot. kot.